Ik ben aan het wachten op de dingen die komen gaan. We hebben een landelijke storing en zodra dat opgelost is, dan kan ik weer verder. En hoe lang bent u al aan het wachten? We zijn bijna 1,5 uur aan het wachten. Ik kan erom gaan huilen, maar daar worden we allemaal niet vrolijker van. Dus nee, het is balen. Er zitten meer mensen in hetzelfde schuitje, dus het is afwachten. Het is alleen jammer dat de NS, ja, ze roepen, we proberen ze zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Maar ze laten eigenlijk helemaal niks weten de afgelopen 1,5 uur. Dat is het enige wat me een beetje stoort. Maar verder, het is wat het is. Ik heb het ermee te doen. Ik ben nu op dit moment denk ik al 1 uurtje of 2 aan het wachten. En ja... Het ziet er ook niet nog naar uit dat we voorlopig hier wegkomen. Er is niemand hier van de NS en er is ook nergens iets op de borden te bekennen en ook niet in de app. Dus ja, ik heb geen idee hoe laat het gaat worden. Ik ben al bijna 2 uurtjes aan het wachten. Het is verschrikkelijk. Je krijgt weinig informatie. De meeste mensen die hier nu zitten, die richting Schiphol moeten, hun vlucht hebben gemist. Dus ja, het heeft wel echt impact. Ja, weet je, ik vind het nooit zo erg. Mensen staan voor, naar mijn gevoel, meer in file dan dat je een keertje op een trein moet wachten. Maar ja, ik kan nooit zo erg op de NS mopperen, hoor.